Hallo. We gaan nu iets leren over molmassa en hoe je kunt berekenen aan moleculen. Want bijvoorbeeld, en dat is nu wat voor ligt, stel je wil magnesiumsupplement. Per schepje of per gram van dat magnesiumsupplement, hoeveel daadwerkelijk magnesium krijg je nou binnen? Want magnesium zelf is een metaal. Dat zit aan dit blokje waarmee je vuur kunt maken in het bos. Nou, dit ga je niet eten. Dus ik kocht bijvoorbeeld 5 kilo van dit magnesiumzout. Dit is magnesiumchloride hydraat. En dat komt uit een oude zee, die zit hier onder de grond. Dat is een heel groot stuk van Europa waar die opgedroogde zee ligt. En daar komt dit uit. En het is mooi zuiver magnesiumchloride, dus dat kunnen we gewoon eten. Maar nou is het wel de vraag, per gram, hoeveel magnesium krijg je nou werkelijk binnen? Want het gaat je om magnesium en niet alles wat er verder nog aanhangt. Dus dat kunnen we berekenen. Voor het berekenen van de molmassa van magnesiumchloride hydraat heb je eerst alle atoommassa's nodig van alle elementen, alle atomen die dan in dat zout zitten. Magnesiumchloride is een zout. Dus magnesium, chloor, waterstof en zuurstof. Dan moet je de formule weten. Nou, dat is MgCl2. Dan een puntje en dan 6H2O. Dus het 6 watermoleculen per magnesiumchloride molecuul. Dus als je dat allemaal bij elkaar gaat optellen, dan kom je uit op ongeveer 203 gram. Dat is per mol. Dan, als je wil weten van hoeveel magnesium zit er nou in dat spul, dan is het qua gewicht, kun je het zo uitrekenen, en dan kom je uit op ongeveer 12%. Maar je kunt ook anders zeggen, en dan is het ongeveer een achtste van een 8,5ste van alles wat je afweegt. Dus weeg je 8,5 gram magnesiumchloride hydraat af, dan is daarvan 1 gram elementair magnesium. En dat is het magnesium wat je zoekt. Zo reken je dat. Maar dan heb je misschien nog wat vragen. Zoals, wat doet een mol hier nou weer? Dat is een diertje. Nee, niet alleen. In de scheikunde werken we met moleculen. En moleculen zijn heel klein en zijn heel licht. Dus daar kun je eigenlijk niet mee rekenen. Dus iemand heeft bedacht van, we hebben een getal nodig. Dat is het getal van Avogadro. En dat is heel veel. Namelijk 6,02 maal 10 tot de 23ste. En zoveel moleculen zitten er in 1 mol. Dus niet het dier. En vandaar dat ze dat zo doen. Dan alle cijfers die je hebt gezien, zoals van de atoommassa en soms ook de hele molmassa van de stof zelf, die kun je opzoeken. De atoommassa die staat op die poster die je vroeger misschien eens in het scheikundelokaal heb zien hangen. Nou, hier hebben we dan magnesium. De molmassa staat erbij. En de chloor hebben we dan ook nodig. Dat staat er weer hier. En dan waterstof en zuurstof. Voor het water wat eraan hangt. En dan kun je het allemaal bij elkaar optellen. Dat hebben we net gezien. Of je zoekt het in één klap op in een boekje zoals ik vroeger had. En er staat gewoon in één ruk. Er staat voor droge magnesiumchloride 95,2 gram per mol. En voor het natte, met het hydraat, is 203,3 gram per mol. Dat betekent dus dat het water alleen in deze zak ongeveer de helft is. Ik heb de helft water hierin zitten. Want magnesiumchloride is, zo heet dat, hygroscopisch. Dus het trekt water aan. Weet je welk zout dat ook heeft? Soda. Dat vind je in het keukenkastje. Voor de schoonmaak is dat heel handig. Als je dat soda of dit spul in een pannetje op het vuur zou zetten en je zet aan, dan verdampt allemaal water de lucht in. Als je het dan weer van het pannetje, uit het pannetje haalt en je zet het ergens neer in een schaaltje, dan zul je zien dat langzamerhand dat soda of het magnesiumchloride weer water gaat opnemen
tot het niet verder kan en verzadigd is. Dus je kunt het gebruiken als droogmiddel. Nou, tot slot, als je dit wil gebruiken, dat magnesiumchloride, als voedingssupplement, dan kun je het op verschillende manieren binnenkrijgen. Je kunt het daadwerkelijk slikken, maar dat is natuurlijk bremzout. Dat doe je niet. Dus je lost een klein beetje op in water en dat geeft het een beetje een melkachtige smaak. Heel geschikt. Je kunt het ook in de koffie doen. Dan wordt de koffie wat milder. Ik doe het zelf ook gewoon in de yoghurt. En wat je ook kunt doen, is wat ze noemen, maar wat het niet echt is, magnesiumolie maken. Dus noemen we dat olie, omdat het heel erg plakkerig en dik is. Maar het is geen olie, want je kunt het niet oplossen in olie. Maar je kunt het wel over je benen smeren. En als je dan midden in de nacht krampen hebt, dan gaan die krampen gaan heel snel weg. Want krampen midden in de nacht, in je kuit of zo, dat is een teken van magnesiumgebrek. En dan moet je echt iets gaan doen, want dan geeft je lichaam het aan. Dat is niet leuk namelijk. Het lost wel heel snel op dan, op die manier. Nou, zo werkt dat. Leuk, hè? Dag.